$15. We verkopen brownies aan deze kant en aan de andere kant. Dus daarom willen we graag winnen. Vorig jaar is het ons niet gelukt. Maar ja, we hopen dit jaar wel. Wij zijn pannenkoekenrestaurant Tante Truus in de Rijstraat hier in Woerden. Wij verkopen pannenkoeken en vlamkuchen. En wij gaan natuurlijk winnen omdat we de allerlekkerste pannenkoeken hebben voor de allerleukste kinderen in Woerden. Wij zijn Viviane Woerden. Wij staan vanavond met vier hele lekkere gerechten. We hebben een klassieke lasagne bolognese, een pasta con andouille en guanciale. We hebben een hele lekkere tiramisu met huisgemaakte limoncello en een panna cotta van basilicum. En waarom wij gaan winnen? Omdat we het al jaren zo leuk doen met de gelatine. Wij zijn Team de Woerdenaar samen met mijn collega's hier. We hebben heerlijk lichtgegroeid rund en we hebben een tataar van gele biet. Wij zijn verkleed als Romeinen, omdat Woerden van origine bestaat uit Romeinen. En wij gaan winnen omdat we denk ik het mooiste gerecht hebben en het leukste kleed. Nou, welkom bij Jay's Ribs. We hebben allerlei ribs in verschillende maten en smaken. En wij gaan winnen omdat wij de lekkerste ribs van Woerden hebben. Ja, dan wordt het juist niet meer leuk. Hallo, wij zijn van Mr. Woodrow Vegan Bakery. Ja, wij maken eigenlijk hetzelfde als de rest, alleen dan zonder dat we de dieren voor gebruiken. Net zo lekker. En ja, kom eens even kijken, zou ik zeggen. Ja, en wil wij winnen? Gewoon omdat het lekker is. Yes, wij zijn van Midas. Dit in de Rijnstraat en de cateringlocatie zit in de Citerijn. We hebben broodjes pulled pork en vers fruit. Pagode is leuk aangekleed, broodjes kloppen. Dat moet toch een topper worden? Hé hey Jans. Zeg er eens wat van. Ja, ho. Nou, het is in ieder geval een grote hoeveelheid. We moeten een klein beetje tactisch aanpakken. En ik moet je eerlijk zeggen, het is de eerste keer hè. Dus best lastig. Best lastig. Dat we heel goed moeten opletten. Ja, want het is niet zomaar wat. We zijn net begonnen. We hebben een paar goede tentjes al gehad. Ja. Wij zijn Jiwa Social Club. Junior, Andrew en wij maken de lekkerste gerechtjes van Woerden en dat is de enige reden waarom wij gaan winnen. Wij zijn de Kade Woerden en vandaag verkopen wij patatje rendang, lumper en namu namu. Waarom moeten wij winnen? Dit zijn de lekkerste Molukse hapjes van Woerden. Hoi, goedenavond. Wij zijn Food & Fun. We zitten hier in Woerden. En wij zijn hier vanavond het jaar voor het eerst bij Smaak met Vermaak. En we verkopen de fretburgers en een lekkere borrelplank voor bij de borrel uiteraard. Nee, wij doen niet mee om te winnen. Wij vinden het leuk om een beetje naamsbekendheid te krijgen. En nou, dat was hem wel. Wij zijn Chocomate en wij verkopen aardbeien, slagroom en chocola. En ons allerheerlijkste truffels en chocolade. Waarom wij gaan winnen? Omdat wij hier met het allerleukste team staan om onze producten aan te prijzen. Daar stoppen we nu. Ja, lala. Hi, wij zijn Lekkers. En wij verkopen vanavond een spekpakkel met een aardappelsalade. Wij verkopen vanavond een smulrol, een soort Turkse pizza. En wij verkopen vanavond een truffel entrecote, wat lijkt op een carpaccio. En ja, wij gaan winnen omdat wij natuurlijk Lekkers heten. Dus het kan niet anders dan dat het lekker is. Goedenavond, wij zijn Vista Liefhebber uit Tamerik. En wij hebben vanavond Toscaanse pionier crunch met mozzarella en oregano, picanha tacos. En tot slot hebben we Bowdoin's met Korean Fried Chicken. En wij gaan winnen omdat we de lekkerste gerechtjes hebben en het leukste team. Wij zijn Foodpartners, we zijn de hoofdsponsor van dit evenement. Vermaak met smaak. We hebben drie gerechtjes. Een carpaccio, een Caesar salad en diverse gebakjes. Ja, we mogen niet winnen, maar we doen mee voor de leukigheid. Wij zijn Carita Patisserie. Wij verkopen bakjes, cupcakes,
fruitschalen en chocolademousse. Wij gaan winnen omdat wij het lekkerste eten hebben. Welkom bij Louvenij. Vandaag hebben wij een heerlijke pulpo, zacht gegaard met Jamaica peper. We hebben een mooi vegetarisch gerecht met gepofte aubergine. En als kaas dessertje met zowel lokale als internationale kazen. Kom lekker langs. Hoi, goedenavond. Wij zijn van Buitenplaats Kamerijk en wij hebben deze heerlijke gerechten. Wij hebben een zoomtartaar, een focaccia met runderpastrami, onze rijke brownie en een steak van bloemkool. Nou, waarom wij dit jaar moeten winnen is toch wel omdat wij de lekkerste gerechten en natuurlijk het gezelligste team hebben. Toch jongens? Yeah. Hoi, wij zijn Wies Genoom en wij zijn een fine dining restaurant in Boerden. Dit jaar verkopen we ceviche van zeebaars en slowcookkalfsbang. We hebben in 2018 al de pagode mogen winnen en het zou toch fantastisch zijn om na zoveel jaar nog een keertje met de pagode weer vermoord te gaan. Dus ik hoop het te winnen dit jaar. Hallo, goedenavond. Wij zijn Sakura Sushi. Wij zitten nu 10 jaar in Woerden en we verkopen sushi en warme garnalen, warme loempiaatjes vanavond. Ja, kom gezellig langs onze kraam. Ja, we doen graag mee aan de prijs voor de beste pagode. Wij zijn Bakkerij Versluis en we maken allemaal hele lekkere dingen die je gewoon tussendoor kan eten. Maar ook bijvoorbeeld als toetje als je wat anders hebt gegeten hier. En wij willen winnen omdat we gewoon heel erg ons best doen en hele lekkere dingen maken. Welkom bij de Woerdense Vakantieweek bij Smaak met Vermaak. Wij zijn Tossies en Toetjes en Bistro Lokaal en wij hebben de lekkerste gerechtjes van de avond. Wij gaan winnen! Hallo, wij zijn Bistro Lokaal. We hebben Pold Selman, groot entrecote en wij gaan gewoon winnen omdat we de beste zijn. Toetjes en torties nummer 3. Nummer 2. Spannend, heel spannend. Bistro nummer 2. De winnaar. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Woerdense Vakantieweek. Twee keer achter elkaar, de Woerdenaar! Wat wil je nog even zeggen? Ja, dit is echt gewoon fantastisch. Het is gewoon de tweede keer. En ja, het is gewoon superleuk! Gaaf, hè? En nu een stoere mannenstem. Wat zeg je? Stoere mannenstem. Stoere mannenstem. Auw! Auw! Wauw! Alsjeblieft! Heerlijk gewerkt, heerlijk verdiend. Fantastische act in de bier.